En een hele goede morgen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en we hebben vandaag geen croissantjes. Daar. We hebben even terug. Maar we hebben wel een eitje van Omicron. En, ja, dat is een inside joke. Omicron. Ja, dat. eitje en appeltje. En deze eitjes zijn de enige eitjes die ik ook eet. Geraapt op 24 maart. Ja, ja. Dus ik ben een neppe vegan. Als je dat nu vindt. Sorry. Ik eet ook mild en creamy. Alpro vanille. Ja. En ik ga zo naar Dag Marijntje. En dat is geen geintje. En Jeff die gaat vandaag OA naar de QuickFit. Want een van onze voorlampen die doet het niet meer. Dus zeg maar de helft ervan. Het grootste deel. Mama. Gaat naar Dagie. En papa gaat met jou naar de automaker. En daarna gaan ze in de avond uit eten. Ja. Dus good luck met de flesje. We will keep in touch. It's tijd voor deze meid. Oh, het is lekker weer zeg. Het staat wel een beetje. Maar ik heb voor het eerst een Green Wheels auto gereserveerd. Ik ben benieuwd, want Jeff die gaat vanavond uit eten en het is anders voor hem echt niet te doen om met V helemaal daarheen te gaan. Want het is ook niet in de buurt van het OV, dat restaurant. Dus ik dacht, ja weet je, neem jij lekker de auto. Dan kun je gewoon rustig met je ouders uit eten en dan kun je ook weg wanneer je wil. En zijn ouders hebben ook geen kinderstoeltje, dus we zaten eerst te denken aan ophalen, maar dat werkt ook niet. Echt prachtig weer zeg. Maar ja, dus ik ga naar Dag Mar met een Green Wheels auto. Alleen wel een gek idee dat ik dan niet mijn muziek heb. Dan maak ik mijn cd. Ik dacht nog, zal ik naar de auto lopen om dan die cd eruit te halen? Toen dacht ik, ja, ik heb niet eens een cd-hoesje. En om dan helemaal naar de auto te gaan alleen voor die cd. Toen dacht ik, nou ja, ik overleef het ook nog wel een keertje als ik gewoon de radio aanzet, denk ik. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ik vind het heel spannend om die auto voor het eerst te gebruiken. Het gaat dan via mijn werkaccount. Dus volgens mij in het weekend wordt het dan van mijn loon afgetrokken. Dus dat is wel makkelijk. En door de week betaalt mijn werk het dan. Maar het is zondag, dus dat zal niet gebeuren. Oh, hij moet hier dan ergens staan. Ik ben ook echt... Wat grappig. Ik zie dus nooit onze auto. En hier zie ik... Nou, vet kut. Mijn batterij is dus net leeg op het moment dat ik dan de deur uitga. Dus, maar ik wilde zeggen dat ik nu de laatste tijd ineens veel Daihatsu zie. Daihatsu Materia hebben wij. We hebben een zwarte. Ik zag net een grijze. En gisteren zagen we een auberginekleurige. Terwijl normaal zie je ze nooit. En in één keer zagen we er meerdere. Vind ik leuk. En ik ga straks rijden in een Volkswagen Up. Die heb ik gereserveerd. Ik wou zeggen, volgens mij zie ik hem al, want ik zie een rode auto. Maar volgens mij is dat helemaal geen... Of nou, het is wel een Volkswagen. Oh, het is wel. Oké. Okay. Ik denk dat het die rode is waar ik in ga rijden. Ja, volgens mij staat er Green Wheels op de zijkant. Ben benieuwd. Dit is trouwens geen samenwerking of whatsoever. Oh my god, kijk hoe leuk. Oké, ik ben wel heel benieuwd. Oké, lol. Ik heb hem om 11 uur gereserveerd. Het is nu 10:40. Dus ik moet dus wel 2 minuten wachten bij deze auto. Maar ja, dan heb je ook wat. Nou oké, ik zit in de auto. Ik zit even te kijken of de spiegels goed staan. Ja, op zich wel. Deze moet nog wel even anders. Ja, oké. Dan ga ik hier zo eruit. Oh, ik vind het wel spannend. Ik zit dus in een Volkswagen Up. En ja... Nooit ingereden. Een klein autootje vergeleken met die van ons. Oké, nou daar gaan we dan. Wel blij dat het ook een schakelauto is. Want ik was een beetje bang dat het automaat was. Toen dacht ik, ik heb nog nooit automaat gereden. Dus dat zou ik wel spannend vinden. En ik vind het ook fijn, want daar zat ik nog wel even over in. Maar er zit dus zo'n dingetje in waar je je telefoon in kan zetten. Heel fijn. Wat een drama. Ik was echt zo close tegen een echt massieve zenuwinzinking. Holy shit. Alles werkte niet wat zou moeten werken. En er werd bij de klantenservice een kwartier lang niet opgenomen. En alles werkte niet. Dus dat was heel erg kut.
Maar nu ben ik bij de tweede poging. Een tweede auto. Dus ja, ik ga kijken of dit wel lukt. We blijven positief. Oh ja, en de wc wilde ik net naartoe bij het station. Die werkte ook niet mee. Ze moest gereset worden nadat ik al betaald had. En dus ik ben een uur later denk ik bij Dagmar dan gepland was. Terwijl ik eerst een half uur te vroeg zou zijn. Maar goed, vanaf nu komt alles goed. Nou, ik heb het opgegeven. De website van de pincode terugvragen doet het ook niet. Waarschijnlijk ligt het aan de pincode. Ik heb alle mogelijke pincodes die ik ooit heb ingevoerd in mijn leven geprobeerd. Maar ze doen het allemaal niet. Dus er zit niks anders op dan met het OV gaan, I guess. Maar ik ga nu eerst naar huis om Veen nog een tee te geven. Dan is die in ieder geval leeg. En dan vraag ik of je even mijn slinger wil geven met de auto. Oh, echt. Ik voel me zo afhankelijk van mijn eigen auto op dit moment. Bleh. Daar was net de tweede falende Greenwoo auto. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook een beetje dom dat ik blijkbaar mijn pincode vergeten was. Ik heb echt alle mogelijke codes. Ik geloof het gewoon niet eens. Volgens mij heb ik nooit de pincode ingevoerd daar, maar oké, never mind. Anyway, de knop pincode opvragen werkte niet bij hun. Dus het was nog Greenwheels fout. Ik ben boos en verdrietig. Maar wel blij dat Jeff mij naar het station heeft gebracht. Ook al stond ik net ook hier. Maar nu kleine heb ik in de tussentijd noedels gegeten en veentiet gegeven. Dus ja. En dacht maar komen ophalen bij Sloterdijk. Dus dat vind ik fijn. Klaag, klaag, klaag. Zeur, zeur, zeur. Anyway. Vanaf nu gaat het een stuk beter, denk ik. Dat moet wel met dit mooie weer. En Jeff die gaat naar de Quick Fit. Even de lamp fixen die stoer doet. Ja. En dan met ons kleine mokkeltje. Naar Gouda. Naar Gouda, naar je ouders. Dus de groetjes, hè? Ja. Groetjes aan je ouders, Pik. Dank je. Doei. Die lukken. Doei, schatje. Klaar. Doei. Het is wel lekker weer. Het had ook kunnen regenen. Niet dat ik nu iets wil jinxen, maar ik mag hopen dat het vanaf nu echt beter gaat. En toen was ik weer bij Utrecht. Op naar Spoor 7. Vanaf dan moet ik nog een trein, een metro en de benenwagen. Ik ben oprecht trots op mezelf dat ik vandaag niet echt mijn shit heb verloren. Want dat gebeurde dus bijna in de eerste auto. Moet je nagaan, dat was pas het begin. Ja, wat kan ik zeggen? Het is nu bijna 4:15. En ik zou eigenlijk bij Dagmar zijn om 11:30. What the fuck heb ik gedaan met mijn dag? Als dit niet vrijdag de 13e is, dan weet ik het ook niet meer. Mijn leven het weer, though. Het zonnige weer is wel echt top vandaag. Nu nog geen wind, maar we zijn er bijna. Let's be positive. Oh my god, ik heb een broodje frikandel speciaal. En natuurlijk komt er nog een hele dot curry op, maar ik wil hem nu alvast laten zien. En India's soep. En ik mag het toch maar niet filmen, maar ja, dit is haar shirt. Dank je. Mooi, hè? En haar knot. En ik ben hier. Ik had echt bijna niet meer verwacht dat ik hier zou zijn. Maar ik ben er. Oh my god, en ze heeft snacks. Nog meer mayo. I like it. Ja, ik doe echt tante veel mayo. Echt. Ik word echt obese. Lang leven borstvoeding. Calorieën eraf. Nou, we kunnen trots zijn op onszelf. Want we wilden eigenlijk patat bestellen. Met shawarma hadden we al in het mandje. Zo'n shawarma rol. En zo'n kapsalon. En maar je healthy girls. We gaan toch voor pasta. Want Dagmar staat gelijk aan pasta. Altijd. Dat is wel zo. En ik sta gelijk aan het stokbrood met guacamole. Op de een of andere manier heb ik er altijd zin in als ik bij dag ben. Dus dit wordt goed vreten. Vreten. Vreten voor het leven. Oh my god. En ja, hele goedemorgen. Het is maandag. We werden wakker van de Jumbo-bezorger. Ik was even vergeten dat hij tussen 7 en 8 kwam. Maar ik kwam dus echt rond 7 uur.
ik lag te slapen. Jeff die was wel al wakker, want die was zich voor aan het bereiden op zijn werk. Maar ik was echt extreem voorzichtig gaan doen, zodat je nog in slaap hebt. Tring, voelde ik wekker. Maar ja, ergens wel terecht. Want via die app kun je kijken wanneer ze komen en dan kun je klaarstaan. Maar dat was niet zo. Maar je moet even kijken, dit is echt heel erg. Kijk even wat de status hier is. Holy fucking shit. Ik denk dat ik het nog nooit zo erg heb gezien. En jij hebt dus zelfs nog wat dingen opgeruimd. This is one way to start the week. Echt, what the fuck. En ik ben ook echt, ik voel me echt brak. Ik kan er zo niet tegen als ik dan, zeg maar, in stress en chaos wakker word. Dan voel ik het gewoon nog echt heel lang. Die spanning en alles. En ja. Yeah. Anyway, ik ga even plassen. Ik ga helpen met Jeff. Want Jeff die heeft dus de Jumbo dingen aangenomen. Dus die komt nu tijd tekort in zijn planning. Dus ik moet even helpen. Eerst naar de wc. TMI, maar... You gotta pee in the morning, oké? You gotta pee. Nou, waar mogelijk heb ik even heel snel puin geruimd. It is not perfect, but we're getting there. De grond is enigszins leeg. Los van die blaadjes die allemaal gevallen zijn van het wei. Dinges. Dus, en ik heb nog een paar minuten en dan ga ik mijn call, eerste call in. Dan begint mijn werkdag ook. Dus, oh. Telefoon. Dus ja, ik heb mijn was erin geflikkerd. En was eruit gehaald. Dit kan straks was opgevouwen worden. En dan ja. Het is maandag, jongens. We gaan dit weer doen. God, echt. Ik vind het zo kut om de week eigenlijk zo te beginnen. Ik hou echt, ik zou het niet zeggen, maar ik hou eigenlijk van orde en rust. Maar dat heb ik niet altijd. Maar dat draag ik zelf aan bij. Ik weet dus dat ik niet zielig ben. En dat ik efficiënter gewoon beter mijn spullen moet opruimen. Dat leert volgens mij ook een kleuter. Van ja, je moet wel je spullen opruimen nadat je ze gebruikt hebt. Ja, je moet ze wel neerleggen waar je het gevonden hebt. Maar dat hebben deze kleuters nog steeds niet door, I guess. Goed, ik ga werken. Joe. Nou, ik kom uit een aantal meetings. Ik had best wel trek, dus ik heb alvast mijn soep en mijn broodding voorbereid. Ik had geen zin om die croutons te maken, dus ik dacht, ik doe maar extra broodjes. Dit was het laatste HelloFresh recept. Ik ben benieuwd of die lekker is. Courgette en prei. Ik heb natuurlijk lekker de soep maken, dus ik dacht, ik tief daarin. Dan hoef ik er niet heel veel tijd aan te besteden. Ik ben wel benieuwd of dit lekker is. Courgette, preisoep. Ik zeg dus altijd tegen Jeff dat ik zin heb in preisoep. En dat wil hij nooit. Maar nu maak ik het lekker als lunch. Dus nu heeft hij er niks over te zeggen. En we hadden het al in huis. Dus dat. Het vond alleen jammer van dat recept. Dat dus en groene pesto bij zat die niet vegan was. En zure room die niet vegan was. Dus die hebben we bij mijn moeder gelaten. Maar gelukkig had ik in de voorraadkast nog vegan pesto. En ik denk dat ik er gewoon een scheutje yoghurt bij ga doen. Dat is ook een soort zure room idee. En dan ga ik even de papierbak weer vullen met shit die hier niet hoeft te blijven. Dan moet ze ook maar kolven. Ik ben weer even het overzicht kwijt. Maar in ieder geval, ik heb net wat amandelmelk gedronken en heb ik iets minder trek. En ik wacht dan even op die soep en zo. En dan weer verder met werken. We hebben een drukke dag vandaag. Dus een hoop te doen. Maar ik denk even een momentje om eten te maken. Want dat is ook belangrijk. En ik wil gewoon zo even lekker lunchen. Ja. Hoi. Nou. Ik kreeg net een telefoontje van de makelaar. Zouden eigenlijk vrijdag iets laten weten. Dus ik had hem nog helemaal niet ingecalculeerd in mijn hoofd. Ik had vanochtend nog bij de groeps- of bij de collega-vergadering gezegd van we hebben een bod uitgebracht en zo. Toen belde die man net van ja, dat ze heel erg gecharmeerd zijn van ons persoonlijke berichtje. Want we hadden een berichtje bij gedaan. Maar dat er al een bod ligt van 3 ton. En wij hebben 2,80 geboden, dus eigenlijk of we nog meer konden.
Ja, het zit er eigenlijk gewoon niet in, dus... Ja. Ik weet niet, ik had al wel zoiets van... Nou ja, je eerste bot, de kans dat het meteen lukt om een huis te krijgen is natuurlijk heel klein. En, maar ik dacht toch, we hebben toch 30.000 overboden, dus misschien hebben we wel kans. En het is natuurlijk een beetje afgelegen regio, dus... Ja. Ja, ik was er al wel bang voor, maar... Ja. Die moet ik even verwerken nog. Maar ik heb net mijn moeder gebeld en Jef gebeld. Dus ja. Ik had niet verwacht dat het me zoveel deed. Maar ik denk ook gewoon met bijvoorbeeld een speeldankje voor de deur. Dat je dan Veder al zag spelen. En dat ik ook wel dacht van oh, woensdag is Veder verjaardag. Misschien hebben we wel heel goed nieuws op de verjaardag en zo. Ja. Yeah. Dus. Ja. Yeah. Ik, ja, we moeten gewoon verder, maar ik vind het wel heel naar. Dus ja, moet ik hem nog even verwerken. Ik weet wel dat ik niet de enige ben in Nederland die het niet lukt om een huis te kopen. Zeker niet de eerste keer. Maar ja, het doet wel pijn. Ik had het toch wel onderschat, denk ik. Ik dacht eerst van nou, kijken wel voor huis en zo. Maar je moet er toch echt een gevoel bij hebben en... Ja, ik weet niet, het is gewoon, het doet me meer dan ik verwacht had. Even opladen. Nou, ik ben klaar met werken. Ik heb even snel tomatensaus voorbereid, rijst in de rijstkoker en, oh, ik moet hem wel op start drukken. Aubergine in de oven, ook een stukje voor veen. Ziet er wel echt heel goed uit, if you ask me. Ik maak dit recept na. En de feta, munt en die dingetjes, kapperappeltjes, moet ik nog even zo last moment doen. Ik voel me echt niet zo lekker, ik heb hoofdpijn. Dus daar baal ik een beetje van. Ik denk dat het toch wel heel veel was vandaag, qua emoties. Ik heb ook alweer een nieuwe bezichtiging ingepland. Dus aan de ene kant denk ik stop, het is even te veel. Maar aan de andere kant wil ik ook doorpakken. En hebben we nu dus net allebei onze werkgeversverklaring gekregen. En die is maar 3 maanden geldig. En ja, dus ik weet niet. Het is gewoon een beetje veel. Ik wil snel verhuizen. En daar moet je ook moeite voor doen. Maar ik denk dat ik misschien op dit moment wel even... Misschien net iets te veel ballen omhoog aan het houden ben. Maar ja, ik wil ook mee naar de bezichtiging. En ik wil het ook samen doen. En... Mijn moeder zei ook van vraag er dan een dag vrij voor. Maar dat vind ik toch lastig. Ja. Ik vind dat als zonde van mijn vrije dagen. En zeker als ik dan denk van ja. Zo'n weet ik veel 20 bezichtigingen hebben voor saus. Voor niks dus. Dan. Ja, dat vind ik dan ook een beetje eng. Dan denk ik ja, dan heb ik 20 vakantiedagen straks opgegeven. Terwijl een bezichtiging is ook heel kort. En het is niet altijd allemaal op dezelfde dag. Dus. Ja. I don't know, man. En ik heb ook echt super veel te doen op werk. Dus daar ben ik ook heel busy mee. Ja, weet niet. Ik heb ook niet echt fatsoenlijk pauze gehouden. Want ik was dan weer aan het bellen met Jef en mama. Om hun dan in te lichten over het huis. Dus ja, nou ja, wel pauze gehouden. Maar ja, gewoon alleen maar naar een scherm gekeken vandaag. Dat. Ik ben wel blij dat ik het eten heb voorbereid. Ik ben echt kapot. Nog even fietsetjes op de fiets zetten en een veetje ophalen. Die zou ook wel kapot zijn. Meestal slaapt ze maar een half uurtje bij Astrid. Bij de gastouder, dus dat is niet zoveel. Dus ik zit dan getwijfeld ik dan met haar ga slapen. Maar ja, het eten is klaar. Dus ja. Oh, ik ben aan het bazelen. Ik ga vee ophalen en dan zie ik jullie zo. Nou, Veetje is er weer. Ik heb slaapje omgedaan. Je vindt die ander verstopt. Ik weet niet waar die is. Rijst net. Een vers gesneden tomaatje. Klein beetje ui en knoflook. En een ingesneden aubergine. En ik heb er nog vegan feta bij. En dan ja, net iets anders gemarineerd. Ik had geen zin meer om die munt te snijden. Ik heb ook geen zin om die kappertjes te doen. Ik heb eigenlijk niet eens zin om te eten, maar...
Dit is het recept uit de allerhande. Dus ja, klik op pauze als je het wil lezen. Maar ja, die kappertjes, ja, vet zonde, want het blijft aan de voorraadkast staan. Maar ik heb het even... Ik weet niet eens hoeveel ik eet, maar ik voel me echt niet zo lekker. Dus ik ga even rustig aan. Nee. Je bent lekker aan het smikken, deze schatje. Nou, ik zal je nog even bijpraten hoe het gisteravond ging. Ik was echt kapot. Ik voelde me misselijk. Ik had hoofdpijn. Ik voelde me echt niet goed. Ik heb met al mijn laatste energie nog het eten hier op tafel gezet voor mij en Vee. En Vee die vond de aubergine heel lekker. Schatje. En toen zat ze helemaal onder de tomatensaus. Dacht ik eerst van, na het eten gaan we naar bed. Maar omdat ze helemaal onder zat, moest ik dus nog met de douche wel even. Dus nee, ik was echt kapot. Toen was ik blij dat Vee ook maar een half uurtje daar geslapen had. Dus die was ook kapot. Dus toen zijn we gaan slapen eigenlijk. En toen kwam Jef thuis. Toen werd ik weer wakker. En toen heb ik allemaal fratsen uitgehaald in mijn hoofd. Om ja, geld te lenen van anderen. Because we're desperate for the house. Om toch nog te proberen om het geld voor dat huis bij elkaar te sprokkelen. Waar ik dus vandaag om zat te janken. Dus ik weet niet of het gaat lukken, maar to be continued. Maar ik haat het echt om mensen geld te vragen. Maar ik kan gewoon niet tegen de rente opsparen, tegen de huisprijzen. Dus ja, yeah, dus dat. Dus ik wil in ieder geval dan even de maandag afsluiten. Want ik vond het wel genoeg geweest voor de maandag. En dan gaan we door naar de dinsdag. Of in de volgende vlog, of in deze vlog. I never know. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje. En tot de volgende keer. Doei!